Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is de dag, want wat gaan we doen, Nick? Niks. We gaan naar de Polenmarkt, dan gaan we inkopen doen en dan gaan we naar onze stooklocaties en dan gaan we alles afsteken. Dus stay tuned. Het is toch niet te geloven, staat in zijn haar te feunen. Man. Dit is ons uitzicht, Polen. Polenmarkt. Het is gelukkig droog. Dan kunnen we mooie beelden opnemen. Ook vanavond ook. Nu even lekker ontbijten, even kijken hoe dat is. En dan zien we jullie zo weer. Wat een luxe. Ja, dat is wel luxe, want dit mis je. Nee, dat is goed geregeld, toch? Ja, mis. Dat moet wel. Had je in het andere hotel had je er niet van. Wat is dit dan? Koekjes, ook nog. Alles hebben we hier. Pfannkuchen. En ik stak erin. 10 slotty. Nee, is dat? Zo, we zijn nu onderweg naar Duitsland. Even geld binnen daar. Dat is een grapje van mij, hè? We gaan niet over de grens. Jawel, dat is alleen over de grens. Zo dan? Oh. Ja, gewoon. En dan gaan we naar de Polenmarkt. Wat inkopen doen, kleine dingen. Mooie omgeving hier zo wel. Ken die markt? Zo, ken die markt. Dit is dus die Polenmarkt. Hier gaan we zo meteen even wat halen. Waar we gisteren ook geweest voor vuurwerk. Ja, er is sowieso veel vuurwerk te vinden daar zo. Ja, ja. Eerst even over de grens pinnen dus. Zo is die moet je nog een keer zeggen, man. Eerst even over de grens lekker pinnen. Ja, maar hier deze moet je zo, man. Deze daar staat. Kijk, dit is die hele markt, hè, Nick. Die loopt helemaal zo door. Ziek hoor. Hier zijn we niet geweest, of wel? Oh, jawel. Ja, dat was bijna zo keer. Hebben we gelopen, ja. Ja. Hier is dus de grensovergang bij die brug. Kijk, hier, politie, zie je? Niet te veel, Jeff. Nee, je moet op de grens over filmen. Kut. We mogen niet over de grens officieel. Ik heb die cirkelblitz. Hé, hey, zal ik het doen of niet? Ja. Kut, sorry. Het is maar één pakje cirkelblitz. Ja, maar ja, als je daarmee gepakt wordt. Ja. Euro's gepind. Bij de grens. Hoppakee. Zo, ze komen gewoon tientjes uit, gek. Zo, we zijn nu op de Polenmarkt. Het lijkt wel alsof alle winkels hetzelfde zijn. Ja, toch? Hier nog mijn bot. Zijn nu wel aan de shops aan het zoeken van vuurwerk. En dan gaan we even wat leuke dingen halen. We hebben net euro's gepind. Dus we gaan even wat kijken en dan even checken of hier ergens een vuurwerkwinkel is. We zijn nu bij de ziekste markt. Losse zinkjes daar. 903, gek. 903. Losse cola saluut. Cobra 7. Je hebt hier alles. Ja, deze moeten we halen. Zilberkrijs. Zo, echt ziek hier, man. €100 voor die cake. Het is niet eens doorlond. Moet je kijken hoe groot het is. Gruwelijk, gek. Niet normaal, jongen. Hij duurt een Shell pakketje. Ja, dat is leuk. Zo, we zijn weer terug. We hebben echt fucking veel vuurwerk gehad. Het zit helemaal vol, die tas. Shells hebben we gehaald. Lawinepijlen, potten. Zwarte doosvlinder. Kan je er nog wel zitten? Dat heb ik nou weer gedaan. Dat ligt hier gewoon op de markt. Dat is toch niet normaal? Die hele achterbank ligt vol. Dat heb ik nou weer gekocht. Nou, we gaan nu naar het hotel. En dan zien we jullie zo weer. Zo, we zijn nu in het hotel. Alles is hier meegesmokkeld. Ja, het mag sowieso, maar we hebben het sowieso even... We zijn hier even aan het chillen voordat we naar de locatie gaan om het af te steken.
Ik zal jullie even snel een sneak peek geven van wat we hebben gehaald. Er komt sowieso nog een collectievideo online, dus daar kunnen jullie op wachten. Misschien staat hij al online. Als die al online staat, dan heb ik een link in de beschrijving staan. Zo niet, dan komt hij binnenkort. Hier zie je bijvoorbeeld een tasje die je sowieso meteen kan meenemen. Er zit een shell kitje in. We hebben 10 lawinepijlen gehaald, allemaal nitraten los. Kijk, imitatie Cobra 7, hier zo. FP3 White, we hebben een zieke cake gehaald. Ja, maar Mies, dat ga je niet allemaal afsteken hoor. Nee, we gaan het sowieso niet afsteken. Wat gaan we ermee doen dan? Gaan we mee naar Nederland? We gaan sowieso niks mee naar Nederland nemen. Sowieso. Ga je alles meenemen dan? Alles wat we... Ga je niet alles meenemen gelijk? Ja, sowieso. In ieder geval, we gaan eerst even wat eten. En dan gaan we een locatie opzoeken. We hebben sowieso gisteren al een locatie gehad. Hebben jullie kunnen zien in de vorige vlog. En ja, we gaan nu kijken of er misschien nog wat beter iets is. We hebben wat tips gekregen van andere mensen op YouTube. Dus wellicht is daar wel een mooie locatie. En dan kunnen we daar misschien wat beter stoken. Want we hebben best wel een tas vol. En het gaat best wel lang duren. En we willen natuurlijk... Jezus. Het is er. Dus we gaan even kijken of we een plek kunnen vinden waar we sowieso geen problemen gaan krijgen. We gaan naar de stookplek en dan zien we jullie zo meteen weer. Bang bang. Ja ja. Dan voor de stookcompilatie. Stookkosten betalen. Als die blijft hangen, hè? Hey, is dit al kuipies? Ja man. Dit al? Jongen, waar heb je dat zo gedaan? Je kan er niet meer. Jawel. Hé, hey, kom. Hoe dan? Kijk uit. Thumbnail? BSC. 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 12. Zwarte dozen vlinder. Hebben. Oké, wacht even. Achtung. Cobra imitatie. Ja, doe maar. Mis, durf ik even goed zeg man. Super Cobra 7. Imitatie. Dat is niet erg. Die gaat recht op. Kom, kom. Jeet. Hey, zo, mensen kunnen ons gewoon zien vanaf hier. Vanaf daar. Mies, kijk uit! Dat is Cobra! Oh shit. Ja, dit voor de camera. PS5. Console. Dat was wel hard, man. Ja, zwarte doos. MP3. MP3, Tommy. FP3. Doe maar. Gooi, gooi. Jongen, jongen. Oh, dat is dichtbij, man. Die statief gaat wel. Ver weg, hè? Nee, doe maar lekker dichtbij. Ik ga hier wonen, man. Ik heb mijn asielaanvraag al gedaan. Ja, heerlijk, man. Hey, boys, ik heb een probleem, man. Daar, een beetje schuin naar zo. Daar, weg, weg. Hij is echt hard, hè? Ja? Sukkel. Die is echt hard. Yes. Vier even een peetje. Gooi daarin, ja? Ik gooi daarin, Mies. Voor de camera, dat is leuk. Voor de pyro-kijkers. Vind die mensen. Wil je een PS5 hierbij? Pyro-kijkers. Hey, oh, een beetje een polen, een beetje een rustig vuurwerk. Normale mensen hebben PS4, maar ik heb hier een PS5. Hey, Mies. Ja. Nou, voor de kamer. Zo, precies goed, vriend. Het is een nekje gevallen. Ja. PS5. Oh. PS5, jongens. PS5? Zonder games? Alle drie in FP... En ben je tegelijk.
Hoeveel hebben we dat? Ja, maar dat is waar, man. Hebben we het voor, hou jongens? Drie MP3's tegelijk. MP3's. Wacht tot het vuurbrandje. Ja, inderdaad. Ga even wachten dan, anders gooi ik op jou. Vuurbrand, oké. Ja, vuurbrand. Nu erin. Ja. We branden. Branden. Alle. Ja. Crazy, wacht, hou even hier zo, hou van hier. Even voorhouden. Even ervoor houden. Dan. Crazy robot. Crazy robots. Zo. Was dat die druk? Was dat die druk? Zag je die bril? Zijn hele bril schoot de verkeerde kant op. Maar is een van die zwarte dozen. Oké, dan wil ik één PSV, man. Kijk nou wat er allemaal ligt hier. Ja, hier zit geen lont in, man. Jawel, je moet even goed kijken. Nee, kijk. Hé, hey, batterij is bijna leeg, man, Nick. Weg, hij kan niet heen schieten. Zorg even dat je vlam eerst is. Oh. Van die zwarte dood, twee tegelijk. Die dingen zijn maar 4,50. Die pijpen, man. La bomba. Film is ervoor. Ach, toen. Wie het label eraf heeft gehaald, weet ik ook niet. Ja, daar komt de boswachter aan gereden. We hebben al zoveel afgestoken, hè. De boswachter zit hier. Even kijken. Veel afgestoken al, jongen. Crazy monster. Yes, hè? Monster, ik. Nee, nu even een zinkie, man. Hier goed. Super petarda. Ja, doe maar. Hoi. Zijn levens gevaarlijk, hè? Toe! Kijk niet! Hij komt bijna terug in Nederland, gek. Nu gaan we deze afsteken. Wat is dat? Dit is een echte super maxi. Dum dum. Nu even de crazy robot. Ja. Even met de verpakking natuurlijk, eventjes ervoor. En dan uit de verpakking even ervoor. Dat is dat PS5? Ja, man. Die was misschien nog harder zelfs, man. Ik denk dat dat top van de hardste nitraten zijn, hoor, die PS5'jes. Ja, boop. We hebben hier een aantal jongens die voor ons kijken. Kijk, ze allemaal staan hier zo. Polski! Polski! Lewandowski! Lewandowski! Wat een gek mensen! Wat een gek zeg! Robert Lewandowski! Ja! Dat gebeurt er dus als je ergens woont waar vuurwerk te koop is. Shells, firewerking. Scheiß, goed man! Alles klaar! Maar goed, waar we net waren. Oh, camera. Daar was het. Mijn batterij was op van de camera, daarom gingen we even stoppen ermee en dan gingen we hier naartoe. Dus we waren even teruggegaan, nu zijn we aan het wachten tot het een beetje schemer wordt en dan kunnen we die shells en zo doen. Dus dan gaan we daar naartoe, zien jullie zo meteen. Wat zei je? What did you say? Wat een gek joh. We gaan op de lat schieten. Nou, die is sowieso al mis. Pyro Team Delft. Kom, kom, kom.
Pyro Team Delft. Pyro Team. Pyro Team. Delft. Ja? Pyro Team Delft. Powerwolf Team. Delft. Doofd. Pyro Team Delft. Powerwolf Team Delft. Zo, we zijn op de nieuwe stooklocatie waar we gisteren ook waren. We zijn er net eventjes wezen eten en nadat we even gingen voetballen. Toen we aan het voetballen waren, waren echt irritante kinderen. We konden bijna niet voetballen daar, want die Poolse kinderen zijn echt irritant. Maar goed, we zijn nu op een fucking mooie locatie. En dan gaan we eventjes alles afsteken wat we nog hebben. En dat is best wel veel. De buisje staat al klaar. Dus let's go. Daarnet waren we trouwens gestopt daar op die plek, omdat de batterij van deze camera op was. En ik heb geen reservebatterij of zo. Dus ik laat jullie even zien wat er nog ligt. Wat lamines. Shellkitje. Hier een zwarte doosvlinder. Zo merk je wel dat het geen echt is, man. En Nick, heb jij ook nog aansteken? Vijf nog, hè? Zullen we nu eentje doen, Mies? Heb je aansteken, Nick? Hey, Mies, kom er mee één van, hoor. Dat is goed. Wat Nick, heb jij? PS5-ie. Laten we eerst die dan. Zo. Veel wind hier, jongen. Je vindt het gewoon niks wat er uit je mond komt. Nee, maar luister, hij is nog niet bezig. Nu begint hij. Zo. Zo, daar voelde je druk van, jongen. Zo. Hey, zullen we een flesje water uit elkaar laten schieten? Ja, leuk. Hey, dat is echt leuk. Ja, dat is het enige drink wat ik nog heb. Zou ik dat doen op mijn slow-mo camera? Dat zie je misschien. Ja, ja. Zo nu, fuck. Dan flesje drinken had ik. Ja, wacht even. Dan doe ik nog slow-mo. Nee, voor de rest hebben we geen drinken, gek. Maar helemaal geen drinken verder. Zwarte doos vlinder. Wat een knop. Nee, dat is nep, nee. Nee, vriend, echt niet. Automatisch. Ja, Nick. Welke is dit, Nick? Een beetje daarin, ja. Muus, welke is dit? Circoblitie. Kees een robot. Kees een robotje. Geurtje, hoor. Dat is sick, hè? Ik ga hem iets achter staan. Oké, wat is dit, Michel? Fuck. Shelby, Tommy Shelby. Een toffie. Lekker, 3, 2, 1. Doe nog, die moment. Zo! Die dado. Doe moment, dado. Gelukkig nieuwjaar! Jongens, gelukkig nieuwjaar! Zo! Knetta! Skills! Hohohoho, skills! Zo, dat is een grote knalhard. Ze klinken nu niet meer zo hard, hè? Crazy Robots, knalhards. En dat bos klonk veel harder, gek. Nick, wat is dit voor aansteken, man? Crazy Robot, is goed. Oké, dit is Crazy Monster. Laat even zien, Mies, even goed op het beeld. Beeldje, Crazy Rabbit. Robot was harder, hè? Deze was harder, man. Hij is even oké zo, man. Dat is wat vetste wat we gedaan hebben, man. Zo, we zijn nu weer onderweg naar het hotel. Even de camera opladen en als het zo meteen wat donker is. Dan komen de Big Boy. Dan komt de Shell en lawinepijlen nog. Ja, mooi uitzicht hier toch? Ja, dat was wel een mooie locatie. Maar we waren. Ik kan nog helemaal niet het hotel laten zien hier, hoor. Hey. Wie heeft de key dan? Nee. Sowieso niet. Ik ga het maar ook. Zeg, neem jij maar bij je, want dan dat is gewoon handiger, toch? Doe maar aan. Kijk, nu ga je ook mooi die vlammen zien, man.
Ja, ja, we zijn weer terug op de locatie. Scooterscheetjes. Een woskaartje in schenken, jongens. FP3'tje. FP5'tje. Zo, PS5'tje gek. Die zijn zo ziek, hè. Die blitz. Zo, blauw gek. Naderen, jongen. Hé! Hey. Imitatie zink. Wat zit ik? Wat is dit? Mooie. Crazy Robot. Is Crazy Robot? Ja, man. Kijk, jij laat zien, Jeff. Laat zien. Ja, hij moet even filmen. Ja, even zo'n easy shell kitje weer, net zoals gisteren. Ja, niet. Dat moet niet onderschatten. Hou eerst het lontje helemaal los. Kijk, zo gaat dat. Weer een klein 2-inch shelletje. Twee inch. Zijn we nu de lul? Ja hoor, laatste PS5 hier op. Zo. Sorry, wat een flits, jongen. Zo de paai, jongen. Achtung! Zeg maar dat we nu Gelderland dit aan het doen waren. Zo, daar had een hele politiehelikopter gekomen, gek. Waar is de andere man? Ja, dat is één man. Oh, hey, dat is een Scrappy Robby! Dat is Scrappy Robby! Die was hard! Ja. Super petarda, twee in elkaar. Doe dit thuis niet na. Wij hebben de papieren ervoor. Lil Kleine is ook in de building. In de building. Wegwezen, alle twee. Hoppakee. Hier, Nick. Nick, hier, ik heb er nog geen hier. Het voelt echt naar oud en nieuw, hè? Zo'n oudjaarsavond. Heerlijk dit, hoor. Wat was dat eigenlijk? Oh, super petarda. Wegwezen, wegwezen. Hier, FP3 small. Kun je nog een zinkje doen? Ja, hoeveel hebben we er nog? Hierna nog één. Nee, nog twee. Echt? Dan kan je er nog eentje doen, joh. Hé, hey, weg. Magic key, hoeveel shots? 16 van triplex. Ja. Kut! Twee inch, zink. Imitatie lawinepel. Twee eentje. Vier inch. Ja!
Zeg als hij aan is! Jezus gek! Hij was fucking ziek. Ja? Ja. Wat is dit dan? Zinkie, imitatie. Lawinetje. Zo, die ging snel. Die nadreun. Twee inch. Hoe ik me het herinner van het pakketje, dan moet er nu nog één zo'n krekling. Het is weer de volgende dag. We gingen slapen, het was wel zo laat geworden en zo. En nu zijn we aan het wachten totdat we gaan ontbijten en weer terug naar Nederland gaan. Dus dat is sowieso verrot. We gaan nog even snel langs die Polenmarkt, maar we gaan geen vuurwerk meer halen ofzo. Binnenkort kunnen jullie de stookcompilatie terugvinden op ons kanaal Pyroteam Delft en dan. Zo, we zijn dus nu even op de Polenmarkt nog. Even wat dingetjes halen nog en dan gaan we naar huis. Kijk, hier had je vuurwerk. En dan gaan we richting huis. En dat is dus ook het einde van deze video. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Laat even een like achter en we gaan sowieso nog tripjes maken naar Duitsland, België en zo. Dus jullie kunnen veel genoeg video's zien op ons kanaal. Vond je deze video leuk? Laat het even weten in de reacties. Zou ik echt leuk vinden. Ciao. Waar is een Nederlands doen? De douane. Ja, er staat douane daar zo. Even kijken of we met onze volle kofferbak wel er doorheen komen. Ik heb een PS5 hier in mijn mond gedaan. Kijk daar achter, Nick. Zo. Zelfs allemaal kofferbakken te controleren, gek. Wij moeten sowieso. Ik ga hem nu wel uitzetten, man. Links afslaan. Police. Vergeet dat wij niet hoeven, gek. Huh? Heb je gefilmd, Nick? Ja, man. Zoveel politie, gek.